Dit is, maar 120 kilo. Ze wil de allerbeste worden in haar categorie. Maria Caroline Wattel traint voor een grote bodybuilderwedstrijd in Polen. De Women's Physique. En zo'n titel krijg je natuurlijk niet zomaar. Ze moet aan heel wat eisen voldoen. Met name om het complete plaatje. Maar ook dat je dusdanig gespierd bent. En dat alles goed opgebouwd is. En symmetrisch is. Een totale plaatje wat je af wil maken is doordat je je vrouwelijkheid laat zien. En dat doe je met name de manier waarop je beweegt. En je hele presentatie van je bikini, je haar, gewoon compleet uiterlijk. Het is een extreme lifestyle. Het is niet dat je zegt vandaag pak ik eventjes wat gewichten op en ik ga eens een jaartje naar de sportschool. En dan that's it. En dan ben ik er klaar mee. Het is iets, als je het echt wil en als het echt in je zit, dan begin je ermee en dan stop je nooit meer. Maria steekt veel tijd in het trainen. Ze moet er dus ook veel voor laten. Geen brood, geen zuivel. Geen koekjes, geen suikers. Kom je nooit op feestjes? Jawel. En dan sla je alles af? Dat is overslaan en je eigen eten meenemen. Of niet gaan. Maria heeft fans in Duitsland en Amerika. Daar wordt ze gevraagd voor fotoshoots. Maar op straat in Zeeland is dat wel even anders. Je krijgt blikken. En ook als ik soms ergens langs loop, dat mensen stilvallen. En dat hoor je. Ik bedoel, je hoort lalalala, en je loopt voorbij en het is opeens muisstil. Hoe vind je dat? Ik vind dat raar. Ik zie bodybuilding als een kunstvorm en... Als je denkt aan een kunstenaar is nooit klaar met zijn beeld. En ook niet met een schilderij. Het is altijd weer opnieuw beginnen en verbeteren.